Hartelijk welkom mensen bij de profetenschool van zijn boodschap. We gaan verder. We moeten vooral dit gedeelte met het vorige gedeelte zien in samenhang. Maar we beginnen wel opnieuw, dus dat u dat weet, dat de vorige uren daar wel vooral bij moet. Want we beginnen met deel 55. Hoe viel James White af van de waarheid? En dat heeft dus vooral te maken met de 2520 plus de chart. Met in het bijzonder natuurlijk die 1863 chart die daar is gekomen. En voordat we dat willen doen, wil ik ook heel graag u benadrukken dat die situatie op een of andere manier is ontstaan. En daar gaan we het straks eerst over hebben. Maar we willen eerst de Heer zoeken in gebed. Want dingen gebeuren niet zomaar. Ook bij een James White niet. En daarom mijn verzoek is of u eerst samen met mij wilt bidden. Laten we de Heer zoeken. Lieve Heer Jezus, lieve Vader in de hemel. We komen weer voor uw heilige aangezicht om u te danken. Te danken dat we die geweldige mooie waarheden mogen ontdekken. Maar ook soms verdrietig kunnen zijn dat we zien hoe mensen vallen. En een lering voor ons moet dit zijn. Dat we allemaal kunnen vallen. Allemaal omdat we het oog niet gericht houden op u. En daar ligt de kern in. De liefde voor broeders en zusters niet kunnen bewaren. Op wat voor manier ook maar. Liefde voor het woord niet kunnen bewaren. Liefde voor u niet kunnen bewaren. Want daar komt het op uit. Heer, help ons dat te mogen inzien. Open ons verstand voor de broeders en zusters thuis. Uw oprechte kinderen. Voor mij, dat we het heel goed zien en dat we absoluut in uw voetsporen verder moeten. En uw voetsporen ook moeten volgen. En als we afwijken van dat pad, dan gaan er verkeerde dingen gebeuren. We bidden van u of u bij ons wilt zijn, dat we het mogen verstaan en mogen begrijpen. En ook met een broeder White, die onderroepelijk gered zal zijn, maar iets van broeder White iets kunnen leren. Lieve Vader in de hemel, dat bidden we van u niet omdat wij dat hebben verdiend, maar uit genade. En om Jezus Christus, onze geliefde Heer, in naam viel. Amen. Ja, hoe is dit toch mogelijk, dat dit soort dingen gebeuren? In dit geval dus ook met een broeder White. Maar we hebben ook al een Uriah Smith behandeld. En een Prescott en een Conradi en zelfs een Wegener. En dat heeft met één bepaald punt te maken. En ik wil graag met u naar bladzijde 115. En Jones is op een bepaald moment ook gevallen. Weet je wat Jones zei? Ik heb de broeders niet verlaten, maar de broeders hebben mij verlaten. En dat moeten we tot ons door laten dringen. Want ik wil starten met, en vanuit het boekje, uit de Schatkamer der Getuigenissen, deel 2. Deel 2, en wel op bladzijde 115. De liefde onder de broeders. En ik kan u vertellen dat het hier aan schort. Dit is de kern. Laten we maar lezen. Bovenaan, liefde onder de broeders, bladzijde 115. Het leven moet onder tucht staan. In de wereld staande zal de christen te kampen hebben met vijandige invloeden. Hij zal getart worden om zijn humeur te beproeven. En door zich tegenover die tartingen te stellen, in de rechte geest worden de christelijke deugden ontwikkeld. Natuurlijk in de wereld staat hier, maar ook vooral in de kerk, dat kan ik u beloven. Onder broeders en zusters. Dus ons christelijk deugden worden daar ontwikkeld. Wanneer onrecht en belediging in alle zachtheid verdragen worden, wanneer op beledigende woorden met zachte antwoorden wordt ingegaan en geweld met vriendelijkheid wordt bejegend, is dit een bewijs dat de geest des Heren in het hart woont. Dat sap van de levende wijnstok naar de ranken vloeit. We zijn tijdens dit leven in de school van Christus, waar we moeten leren zachtmoedig en nederig van hart te zijn. En op de dag van de afrekening zullen we ervaren dat al de hinderpalen op onze weg, al die moeite en vervelende dingen waarmee we te kampen hadden, praktische lessen zijn in de toepassing van de beginselen van het christelijk leven. Als ze goed doorstaan worden, ontwikkelen ze in het karakter een gelijkvormigheid aan Christus en onderscheiden ze de christen van de wereldling.
Er is een hoge maatstaf waartoe wij moeten komen. Willen we kinderen Gods zijn? Edel, heilig, rein, onbevlekt. En willen we die maatstaf bereiken, dan is een snoeiproces nodig. Hoe zou dit snoeien kunnen gebeuren wanneer er geen moeilijkheden, geen hinderpalen te overwinnen waren? Wanneer er niets zou zijn om een beroep te doen op ons geduld en onze leidzaamheid? Hier is de leidzaamheid der heiligen, u kent het, Openbaring 14 vers 12. Deze beproevingen zijn niet de kleinste zegeningen in onze ervaring. Het zijn dus grote zegeningen. Die moeten ons nopen tot vastberadenheid ten einde te slagen. We moeten ze gebruiken als Gods middelen om over het eigen ik besliste overwinningen te behalen. In plaats van toe te staan dat ze ons hinderen, neerdrukken en vernietigen. Nou, daar hebben we iets aan. Als we dit toch een beetje tot ons door laten dringen. En dat was ook het geval bij James White. En bij al die anderen. We nemen James White als voorbeeld, maar er zijn velen, ook in onze tijd, die dat snoeiproces niet aankunnen. Dus vandaar willen we starten, nogmaals, ook met een James White. Want daar leren wij iets van. En nogmaals, niet om op James White af te geven, maar om er iets van te leren. Laten we dat goed voorop stellen. Hoe snel kunnen meningen veranderen? Vraagteken. 8 jaar later komt de twijfel bij James White. En waardoor? En zoals ik al heb gezegd, we moeten vooral die begindelen, dat eerste uren, erbij nemen. Want daarin bleek dus hoe hij al op zich al gevallen was en moeite had en met alle problemen van dien. En nu zien wij wat daaruit voortvloeit. Hij gaat dus totaal verkeerde dingen zeggen. Laat hem eens lezen. We weten dat James White niet in de derde persoon van de Godheid gelooft. Zijn vrouw, E.G. White, heeft als profetes des Heren hier uitgebreid over geschreven. Lees hiervoor ook bij de commentaar 67. Er zijn 3 levende personen in het hemelse trio. 3-eenheid noemen we dat. In de naam van deze 3 grote machten, Vader, de Zoon en de Heilige Geest, worden zij die door een levend geloof Christus aannemen, gedoopt. En deze machten zullen met de gehoorzame onderdanen van de hemel samenwerken bij hun inspanningen om het nieuwe leven in Christus te leven. Geweldig mooi. Lees zelf verder ook op bladzijde 701 van Bijbelcommentaar. Dat is ontzettend belangrijk. Neemt u dat het vooral eens bij. Maakt u daar eens een studie van. Ik heb er ook al een video over gemaakt, zoals u weet. We weten dat als we de woorden van God niet aannemen, we verstrooid raken en het platform zeker zullen verlaten. Nou, dat is natuurlijk op een bepaald moment ook met James White gebeurd. En vooral die broederlijke liefde, die miste hij toch ergens in zich. En dan komen de problemen. En ik zie dat heel veel. Mensen worden zo vergramd en haatdragend. Het is gewoon niet normaal. En ja, daar moeten wij iets van leren. Dat zijn grote zegeningen. Als mensen ook zo tot ons komen, hoe gaan wij daarmee om? En die andere moet daar ook nog leren. Maar ja, het kan soms heel ver weg zijn. Want eerst even terug naar de profetes zelf. James White, zijn vrouw, Ellen White. Wat schrijft de profetes over James White, haar eigen man? En daar hebben we al iets van begrepen natuurlijk. Dat hij het spoor bijster was. Zijn koers kwijt was met pioniers. Niet alles, maar wel delen daarvan. Grieven en vernietigen. Deze uitdrukking wordt vaak gebruikt om gedrag en woorden uit te beelden van personen die degenen terechtwijzen die verkeerd gehandeld hebben. Of waarvan wordt geacht dat deze onjuist zijn. Dus vermaningen. Het wordt waarschijnlijk bedoeld voor degenen die niet geacht worden hun broeders en zusters te berispen. Maar toch bereid zijn om deel te nemen in dit werk op een overhaaste en niets ontziende wijze. Dus berispen, vermanen, moet uit liefde gebeuren. Zuster White zegt vaak, als we niet voor de persoon willen sterven, mogen ze ook niet vermanen. Nou, dat is een hele duidelijke uitdrukking natuurlijk. Hoe doen we dat? En natuurlijk wordt er ook heel vaak gezegd, ja, liefde, liefde, geen gevaar. En we mogen helemaal niet berispen. Maar dat is natuurlijk niet zo. Let op, hoe leest gij? Het wordt onjuist toegepast.
op degenen die een bijzondere taak te doen hebben in het terechtwijzen van de misstanden in de kerk. Dergelijken hebben de last van het werk en voelen zich verplicht uit liefde voor kostbare zielen om trouw te handelen. En dat deed James White ook. Maar lees hierbij uit het geheiligde leven, hoofdstuk 8, het dienstwerk van Johannes. Je moet liefde bezitten wat overal hoort. Vooral van de zijde van hen die voorgeven geheiligd te zijn. Maar liefde is te zuiver om onbeleden zonden te bedekken. En dan ga ik direct even door. Want hoe James White persoonlijk werd aangevallen en wat dat hem heeft gedaan. De laatste 20 jaar hebben degenen die berispt zijn en hun sympathisanten een beschuldigende geest gekoesterd ten opzichte van mijn man. Want James White, die durfde de dingen wel te zeggen, mag blijken. Die een last op hem legden, meer dan enig ander van de vrede lasten die hij ten onrechte heeft gedragen. En toen hij onder zijn lasten bezweek, moet eens nagaan, verheugden zich velen van degenen die waren berispt. En door een verkeerd beeld van mijn inzicht op zijn zaak, 25 december 1865, waren velen getroost met de gedachte dat de Heer hem op dat moment strafte voor het grieven en vernietigen, dus het vermaan. Dit is alles een misverstand. Ik zag zoiets niet, zodat mijn broeders en zusters weten wat ik zag in het geval van mijn man. Vertel ik het volgende, wat ik opgeschreven heb en aan hem de volgende dag overhandigd heb, nadat ik het visioen had. Nou, daar hebben we ook al wat van gelezen, maar het gaat vooral om het volgende. Als wij die liefde niet in ons hebben, dat is wederzijds voor diegene die ook vermaand wordt, ja, dan worden we hele rare mensen, verkeerde mensen. En u mag nu ook heel goed concluderen dat James White daar heel veel last van had. Dat moet je ook meenemen. Dus hij werd op een bepaald moment ook een situatie gemanoeuvreerd waar we ook niet blij van worden. Hij in het bijzonder niet natuurlijk. En daardoor komen de uitspraken, heeft hij dingen ook op schrift gezet, waar wij zeggen, ja, dit kan nooit meer goed zijn. Dit is niet uit Gods geest. En dat leest u ook. U leest heel goed op wat voor manier hij dit geschreven heeft. Met een bepaalde grieven in zijn hart, op wat voor manier ook maar. Dus we weten nu dat James White heel nadrukkelijk op het verkeerde spoor is gekomen, ook in zijn gedachtegang en enzovoort. Maar vooral ook door de broeders en zusters. Die hebben hem dat ook vooral aangedaan. Maar wij willen straks die brief straks even in één stuk doorlezen. Dan begrijpt u dat beter, maar dan moet u zelf uw eindconclusie maar eens uittrekken. Laten we eerst eens verder gaan. De aanmatigende brief in 1864 van James White, nadat zijn vervalste 1863-tjaart was uitgebracht. Dus daar was heel veel kritiek over die 1863-tjaart natuurlijk ook. Advent Review en Sabbath Herald vinden we daarin. Juist dus in 1864, hè. We zien hier dat James White voor de 1863-tjaart was. De zeven tijden van Leviticus 26. Millers aanwijzingen van God worden hier volledig onderuit gehaald door James White. Dat is gewoon een feit. Want hij had absoluut die tjaarts aan moeten houden. 1843-tjaart en 1850-tjaart. En daar kwam een nieuwe 1863-tjaart. En ze zeggen wel eens, dat was de James White. Tja, nou, daar had hij een verkeerde koers in nou, en daar begonnen heel veel te komen. En daar heeft hij ook heel veel last van gehad. Wij gaan nu in één stuk even doorlezen. Dat is handiger, dan ziet u dat beter. Dus die brief moet u zelfs ja, een beetje analyseren dat dat natuurlijk op zo'n manier nooit geschreven had moeten worden. En nogmaals, in die situatie zat hij ook ziek was geweest, of nog ziek was, ongeacht hoe de situatie was erg genoeg dat hij dit heeft geschreven. Sterker nog, wat ik lees, soms betwijfel ik wel of hij het heeft geschreven. Dat zult u zelf misschien ook een beetje merken. Is dit James White? Nou, ik kan het me niet voorstellen. Maar afgezien van dat, stel dat hij het wel heeft gedaan, dan zien we iets wat niet normaal is. Laten we maar starten. En zoals gezegd gaan we ook gewoon even het uitlezen.
De profetische tijden van Leviticus 26, of wat als zodanig wordt beschouwd, is geen onbelangrijk thema onder de profetische uitleggers. Hier ging het dus om, en ook in onze tijd om. En dan komt hij weer, er wordt verondersteld, hij doet de suggestieve opmerkingen, dat de uitdrukking zeven tijden in de versen 18, 21, 24 en 28 verwijzen naar een periode van 2520 jaar. Miller had dat al gezegd, zoals u weet. En dat deze periode betrekking heeft op de tijd waarin de troon van Israël ontwricht is en vertrapt wordt door onderdrukkende macht om de aanvang van deze periode op juiste wijze vast te stellen, werd dan ook een kwestie van gevolgtrekkingen. Waar begint het en waar eindigt het? Inderdaad, hij had dus ook met Hiram Edson te maken, met die tweede 2520 jaar. We zien dat met de zeven tijden uit Leviticus 26 wel degelijk tijden wordt bedoeld. En hoe kunnen mensen, broeders, nu zo ver gaan dat ze de huidige Hebreeuwse taal niet kunnen begrijpen? We hebben nu een e-swit-programma waar heel duidelijk de zeven tijden in worden vermeld. Of wil men liever iets anders geloven? U ziet het hier staan. Satan weet waar hij elke keer weer vervalsingen moet aanbrengen. Denk aan het gedurig en denk aan Habakkuk 2 met het woordje het en hij. Weet u het nog? En u ziet hier duidelijk in het midden seven times staan. Dat betekent dat woordje in de Bijbel. En dan gaan we verder. We zien dat hij, James Wright, niet naar de tijden van Leviticus 26 toe wil. Maar alleen zijn eigen, en dat is dus een verkeerde, inzicht wil bewijzen. Vervolg James Wright. Dit waren vragen van veel studie en misschien soms van verwarring en knelpunten. Nou, die James Wright zelf heeft ingebracht, want hij moest terug naar de 1843, 1850 jaar. Dit zijn echter niet de vragen die wij nu willen bespreken. Want er is een achterliggende vraag welke eerst beantwoord dient te worden. Namelijk, wordt er een profetische periode bedoeld in Leviticus 26, vraagteken, wij, maar in het bijzonder natuurlijk James Wright, beweren van niet. En wij zullen een paar afdoende, overtuigende, doorslaggevende, hier ligt dus de fout, motiveringen, redenen laten zien van dit standpunt. Nou, en u weet ook, en dat lezen we ook, dat Uriah Smith dat ook niet geloofde. Er worden een aantal waarschuwende oordelen tegen Israël genoemd. In geval dat zij niet naar de geboden van God luisteren en handelen. Voordat de uitdrukking zeven tijden wordt genoemd. Vers 14 tot en met 17. En u weet, dat hebben we allemaal al besproken. Hè? Ga terug naar die studies. James Wright begrijpt niet meer wat hij vroeger geloofde. Let maar eens op. In deze oordelen zijn ook inbegrepen de overheersing van de vijanden van Gods volk. En uw haters zullen over u heerschappij hebben. En gij zult vlieden als u niemand vervolgt. Wanneer de zeven tijden bedoeld zijn om de periode te overbruggen van Gods bijzondere oordelen tegen Israël. In het bijzonder hun gevangenschap door vreemde machten. Babylonische ballingschap dus. Dat zouden de zeven tijden genoemd moeten worden. In verbinding met de eerste oordeel waarschuwen. Maar dit is niet het geval zoals wij hebben kunnen lezen. Nou, wij hebben wat anders ontdekt met Gods genade. Dit klopt wel, namelijk de eerste generatie hebben we geleerd en bewezen in drie volkeren. Dus we hebben drie getuigen. Het letterlijke Israël, het geestelijke en het moderne. Na deze waarschuwing zegt God in vers 18, de eerste generatie weten wij, en zo gij mij tot deze dingen toe nog niet horen zult, ik zal nog daartoe doen om u zevenvoudig, en daar staat natuurlijk zeven tijden, hè, let op, over uw zonden te tuchtigen. Zevenvoudig meer staat er zelfs ook nog, King James versie. En tijden natuurlijk, zo kan zij. Dan volgt een opsomming van de oordelen die over hen zouden komen als vervulling hiervan. Anders dan de punten van de eerste waarschuwing en met toenemende hevigheid. Prima, wij gaan verder.
We lezen dat James White een totaal verkeerde interpretatie van de Bijbel maakt nu natuurlijk. Ook in verband al met die eerste generatie. Wanneer zij hier niet naar wilden horen, dreigen, er 7 keer meer plagen. Pardon zeg ik, let eens op, 7 keer meer plagen. Waar staat plagen in plaats van tijden? Dan in de Bijbel in Leviticus 26 vermeld, daar staat er tijden en daar kunnen we geen plagen van maken. Over hen te komen naar hun zonden, vers 21. Daarna volgt er opnieuw een opsomming van overeenkomende oordeel, nog heftiger dan de voorgaande. Wanneer zij niet zouden worden hervormd, en dat is wel heel interessant, nou, hij neemt het woordje hervormd nog even mee, dat weet u in die 5e hervormingsperiode van Christus. Hè? Door deze dingen dreigt God hen 7 keer meer te straffen. Er staat tijden en niet straffen. Hij maakt er weer straffen van. Hè? 7 keer meer straffen. Dat staat er niet. Voor hun zonde. Vers 24. En op dezelfde manier met het voorgaande wordt ter vervulling hiervan een opsomming gedaan van de oordelen die worden toegepast. Alleen nog heftiger. En als gij hierom mij niet horen zult, maar met mij wandelen zult in tegenheid, zo zal ik ook met u in heet grimmige tegenheid wandelen. En ik zal u ook 7 tijden, staat daar, over uw zonden tuchtigen. Vers 27 tot 28. En opnieuw volgt onmiddellijk een opsomming van oordeel. Alle eerdere overtreffende in alle haar verschrikkelijke heftigheid. En we hebben hier gewoon de Statenvertaling aangehouden om het zuiver te houden. Maar wij weten dat het tijden is, vanuit King James Bijbel. En dan gaan we weer verder. Onderstaande klopt, maar hier stopte het letterlijk Israël nog niet. Hieronder wordt ook het eten van het vlees van hun zonen en dochters genoemd. En de verwoesting van hun steden, waardoor het land in zo'n verwoesting komt dat hun vijanden hier verbaasd over zouden zijn. En hun verstrooiing onder alle naties. Het zwaard wordt achter hen uitgetrokken. In alle landen van hun verstrooiing. Met vreselijke nauwkeurigheid is dit alles vervuld. Zelfs tot het eten van hun eigen kinderen toe. Zoals in de vreselijke belegering die voorafging aan de ondergang van Jeruzalem. Nou, dan had je al ergens kunnen denken en begrijpen dat dat verder in de tijd was. Maar dat begreep je niet. Zo hebben wij hier ten eerste een serie van oordeel, dreigingen tegen Israël. Zonder de uitdrukking 7 tijden, dus klopt het niet wat hij hier zelf al beweert. Hij zegt al, zonder de uitdrukking van de 7 tijden. Hij spreekt zich totaal tegen, lieve broeders en zusters. Het is voor mij niet te vatten hoe deze man zo in één keer zo schrijven kan. En van de oude waarheden, de oude paden afgaat. En dan de verklaring 4 keer. Nou, dat zegt hij dus al 4 generaties. Dat God hen 7-voudig zal straffen. Dat staat er niet. Er staat tijden. Voor hun zonde. Elke keer met de voorwaarde dat de vorige niet zouden leiden tot berouw. En elke daarvan bevat zijn eigen specifieke opsomming van oordelen. Verschillend van die eraan vooraf gingen. En toenemend in de heftigheid van hun beschuldigingen. Prima, maar we gaan verder. We zien dat wanneer iets 4 keer vernoemd, dus herhaald wordt, dit eerder op 4 generaties duidt. Zie het moderne Israël. En dat hebben we al geleerd natuurlijk met z'n allen. Wat wordt er bedoeld met deze herhaaldelijke uitdrukking 7 tijden? Wij, James White natuurlijk in het bijzonder, want die schrijft dit, maar ook in Uriah Smith en waren meer afgedwaalden, antwoorden. Het duidt niet de duur, terwijl er tijden staat. Ik kan me niet voorstellen hoe hij dit zo schrijft. Het duidt niet de duur, het duidt wel op een duur, maar afgezien van dat, van de straf aan, maar de intentie, tijd en de heftigheid. Dit laatste staat er helemaal niet. Dit wordt goed weergegeven in de taal van vers 21. En zo gij met mij in tegenheid wandelen zult en mij niet zult willen horen, zo zal ik over u naar uw zonden 7 tijden, staat daar, meer, dat slaat daar wel op, slagen toe doen.
Dus het klopt wel in die zin als het om generaties gaat, maar niet als het om die tijden gaat. Hè. Let op, u moet het verschil tussen vier generaties en tijden goed zien. Het getal 7, tijden, duidt volkomenheid aan. Dus tijden en slagen, ja, dan snappen we het helemaal niet meer natuurlijk, wat hij daarmee bedoelt. Wij zijn ongetwijfeld bekend met deze uitdrukking. De volheid van hun straf, de maat van hun nationale zonden, wordt in elk geval en volledig geëvenaard met hun nationale onheil. En dit standpunt wordt volledig ondersteund door de oorspronkelijke versie, zoals een korte aanmerking laat zien. Let op dat er 4 keer tijden staat in King James Bijbel. Inderdaad, een andere benaming in verband met tijden en strafmaat. Met verwijzing naar het Hebreeuws leren wij van de Hebreeuwse concordantie dat de uitdrukking 7 tijden in Leviticus 26 komt van Shefach. En dit woord wordt expliciet in deze tekst vastgelegd door Gesenius als een bijwoord. Zie ook Psalm 119 vers 164 en de Spreuken 24 vers 16. In Daniel 4 versen 16 en 25, waar de uitdrukking 7 tijden is 4 keer in dezelfde omstandigheden wordt gebruikt, 2 keer voorkomt, betekent het zonder twijfel ook de duur van de straf. Ja, dus ergens moet hij iets zien, maar hij is bezig om iets te veranderen door dat woordje. En dat kan, daar kom ik straks nog even op terug. Nebukadnezar werd verstoten van de mensen en woont bij de beesten in het veld, totdat de 7 tijden van zijn straf, heb ik daartussen gezet, voorbij zijn. Dus die 7 tijden hebben wel heel veel te maken met de straf natuurlijk. Maar dat is niet de heftigheid van de straf. Zijn straf werd niet 7 tijden heftiger. Daarom heb ik dat ertussen gezet. Dus nu is hij niet consequent in zijn 7 tijden natuurlijk. Voorbij zijn. Er kan geen misverstand over bestaan dat met de uitdrukking 7 tijden een bepaalde tijdsduur wordt bedoeld. Hier zien wij niet het bijwoord dat in Leviticus 26 wordt gebruikt, maar het zelfstandige naamwoord, gitdakn. Hoe ik het goed uitspreken moet, weet ik niet, maar gitdakn. Gedefinieerd door Gesenius als tijd in profetisch taal, is een jaar in Daniel 7 vers 25, waar een profetische periode gezien wordt in de uitdrukking tot een tijd, een tijden en een gedeelte eens tijd, wordt hetzelfde woord gebruikt. Ja, we kunnen er heel lang over spreken, maar hier zit een totale verdraaiing in natuurlijk. Maar dat zullen we straks met z'n allen ook ontdekken. Let op, we moeten de Miller's methode gebruiken, 14 regels. En dat is in de context van de Bijbeltekst interpreteren en begrijpen. En hij gaat natuurlijk totaal een andere kant op. In Daniel 12 vers 7. Hier wordt niet over een straf geschreven, maar over wonderen, vers 6, wordt dezelfde tijd nog een keer gezien en ongeveer in dezelfde taal. Wij zien hier het woord moged, gedefinieerd door Gesenius als een aanwijzing van tijd. Gesproken van tijdruimte, bepaald en gedefinieerd. In de profetische stijl gebruikt voor een jaar. Men ziet in deze definitie dat dit woord synoniem is met het woord gebruikt in Daniel 7 vers 25, zoals hierboven genoemd. Wanneer een tijdsperiode bedoeld is met de uitdrukking 7 tijden in Leviticus 26, dan zou 1 van deze woorden gebruikt moeten zijn. Hij probeert er alles aan doen om die 7 tijden weg te brengen. Die mogen we niet lezen, volgens hem. En toch staat er tijden. En het feit dat geen van deze woorden daar gebruikt is, maar een ander woord, en dat het een bijwoord is, is het zonder twijfel dat er geen, niet alleen, heb ik erachter gezet, niet alleen, tijdsperiode wordt bedoeld. Want het klopt, maar juist ook generaties voor het volk. Daar ligt de kern in. Dat moet je heel goed vasthouden. Dat bijwoord is inderdaad 25-20 tijden ook, maar niet alleen tijdsperioden wat bedoeld, maar juist ook generaties. En dat hebben we bewezen met z'n allen. En dus ook een generatie in tijd vermeld, welke 4 keer wordt herhaald.
Dus twee keer bevestigd per vers is eerste de vier keer zeven tijden, 25, 120 jaar, en tweede de vier keer generaties. Dat vier keer vermeld is natuurlijk. Exodus 20 vers 5, en aan het vierde lid dergenen die mij haten, moet u daarbij nemen. Dus we zien heel duidelijk dat het perfect klopt. En als dat een bijwoord is, inderdaad, dat het ook een bijvermelding is. Misschien moet je het zo lezen en begrijpen. In dit geval in vier generaties. Het bijwoord is bedoeld als tweede getuige voor het letterlijk Israël. En dat hier het oude verbond eindigt bij de vierde generatie en na de 2520-jarige vloek. Zet ik er nog even achteraan. In het Grieks wordt het ook zo gedefinieerd. De Septuaginta gebruikt heptakis in Leviticus 26. Wat een bijwoord is. En wat vertaald wordt als zeven tijden. In Daniel 4, versen 16 en 25 zien wij bij Nebukadnezar niet heptakis staan. Het bijwoord. Nee, dat kan nu ook kloppen, want het zijn vier generaties, maar ook 2520. Je hebt dus nog een bijwoord erbij. Maar heptakairoi. Een zelfstandig naamwoord en het bijvoeglijk naamwoord. En in alle gevallen waar het woord tijd gebruikt is, wordt een profetische tijd aangeduid. Zoals in Daniel 7 vers 25 en 12 vers 7. En Openbaring 12 vers 14. Dit komt van het woord kairos. Zoiets als een profetische periode op basis van een bijwoord. En dat klopt, want dat bijwoord heeft ook alles te maken met die vier generaties. Is niet te vinden. Nou, is wel te vinden, is daar te vinden, omdat we met vier generaties te maken hebben. En dus ook nog met die tijden. Inderdaad, vinden we niet overal een bijwoord als een dubbele betekenis, zoals het hier wordt bedoeld in de 2520 jaar en vier generaties, nogmaals weer. Het laatste is bedoeld om aan te geven dat God aan het einde van het verbond gekomen is met zijn letterlijk oude verbond dus, en dan in het bijzonder met zijn volk. En een nieuw volk, een modern, een nieuw verbond dus, heeft geroepen om zijn verlossingsplan te voltooien. Belangrijk is dat u op de hoogte bent van Jesaja 6 en 7 natuurlijk, en natuurlijk die vier generaties. Hebben wij allemaal besproken met z'n allen, dus vandaar is een enorme samenvatting. Heeft u ooit een pionier of Sister White op deze manier horen schrijven wat hierna komt, maar ook al wat ervoor is geweest? Is dit Gods Heilige Geest? Nee. Dus, nu komt er een hele pijnlijke zin. En dat zegt mij meer dan genoeg wat hij hier schrijft. Dus, er is geen profetische periode in Leviticus 26. En degene die denken dat zoiets bestaat, dat is pure manipulatie dus. Lees laatste events, bladzijde 41 nog eens. En zichzelf in verwarring brengen over de toepassing van de verschillende data, doen een slag in de lucht. Wie brengt nu wie in verwarring? Nou, volgens mij James White. En ook nog te zeggen, doen een slag in de lucht. Nou, de mensen zijn gewoon aan het bijbelonderzoeken. Pardon, dit heeft Sister White nog nooit zo gezegd. Om een profetische periode te negeren of te verwaarlozen. Waar die duidelijk wordt gegeven is afkeurenswaardig en extreem. Nou, helemaal niet. Het klopt helemaal. Het is net zo zinloos, maar niet zo gruwelijk. Nou, wat voor woorden hij hier gebruikt. Dat er iemand een cursus tracht te geven waar niemand aanwezig is. Nou, James White lijkt en is een van de 70 discipelen voor zijn tijd. U mag nu zelf uw eindconclusie trekken of dit de manier van bijbelonderzoeken is die de profetes Ellen G. White of de Bijbel ons ooit heeft voorgehouden. Of is dit een typische manier van theologische hoogmoed omdat zij wel Hebreeuws kunnen lezen en wij niet? Hoe vaak is dit laatste het geval waarvan Jezus ons leert, het is voor wijzen en verstandigen verborgen gehouden. Ja, ik kan er niets aan doen als mensen dit soort dingen gaan schrijven. Nou, deze man was totaal verward, de kluts kwijt. En vooral
met een afkeurende manier. En in principe wat hij had onderzocht, was wel mooi met het bijwoord. Want dit is een bijwoord van die vier keer dat het vermeld is, die vier teksten. Vier generaties. Dus heel mooi klopt het. Maar zo halstarrig op dat moment en zo verdwaald op dat moment. Heilige Geest niet willen aannemen, derde persoon in de Godheid. Miller standpunten niet meer willen aannemen, die 508 met die 677 en 457, die, met in het bijzonder de laatste twee voor Christus. Ja, dan krijgen we dit soort dingen. Dat mag overduidelijk zijn. Dus als u er ook zo in zit dat dit niet gaat werken. Hier is geen kruid tegen gewassen, zeggen wij wel eens. Broederlijke liefde ontbreekt op dat moment absoluut. Nou, en als we dan eens even gaan kijken naar die Seven Months Movement, even in die periode hoe dat tot stand is gekomen. Daar wil ik nu vooral met u naartoe. Vorige keer heb ik me heel kort even aangehaald, maar nu wil ik hem wat uitgebreider bespreken. Want van 1840, 11 augustus, was de verwachting van de wederkomst. Wij hebben ook een verwachting van de wederkomst. 1844 tot 22 maart. U weet wat daar is gebeurd. Dat was die teleurstelling. Maar dat was die tjaap 1842 in mei. En u weet, die hangt hier. En daar was Miller totaal van overtuigd. En zuster White is ook. En die was door God geleid. Dus daar mogen we nooit meer aankomen. In die zin, de ween wisten ze niet. Het foutje zat erin. En wat deden de protestanten toen? Die sloten de deuren in 1842 voor de verkondigingen van Miller. Dit moet u dus nu vooral betrekken in de periode na 1863. Hè? Want deze brief is geschreven in 1864. Dus toen was James White, wat was hij? Een zevendedagsadventist en niet meer een Milleriet. En dat begon natuurlijk al na 1850, na de laatste tjaart. We gaan verder. De protestanten sloten de deuren voor wie? Voor de Millerboodschap, voor de Millerieten. 1843, maart uitsteltijd hebben we hier, zoals u weet. En dat was ook de Seven Months Movement periode, komt daarna. Dus we hebben hier eerst een uitsteltijd en daarna de Seven Months Movement beweging. Zeven maanden beweging. En die komt uit op 22 oktober, dus daar zat een bepaalde periode tussen. 1844, 12 augustus, zien we daar weer uitsteltijd. Hier tussen zaten maar 2 maanden, moet u even meenemen. Maar hier was die berekening nog gaande van die 7 maanden. En die werd vooral bekend op 12 augustus. Daar is een uitstorting van Gods Heilige Geest geweest. En we zien de deuren gesloten voor de Millerieten, dat was een bepaalde afval. Want daar bleven maar 50 over, zoals u weet. En dan zien we daarna de 7 maanden gebeurtenissen. De deur geopend voor de zevendedagsadventisten. Vooral later natuurlijk. 1863. C, wel of niet gesloten deur, heiligdom. Er was een enorme discussie daarna die tijd. Of die deur nu geopend was voor de Babylonische kerken, ja of nee, of ze nog wel gered konden worden, of zevendedagsadventisten nog wel gered konden worden, of wie waren dat dan? Onvoorstelbaar. Ga naar Gods volk, heb ik u dat allemaal uitgelegd. Dus daar was heel veel schudding op dat moment. Een enorme schudding. Met ook natuurlijk de 2520 en met de tjaars en alles wat daar zich afspeelde, was enorm. De mensen waren dus echt zoveel hebben gelezen, totaal in verwarring op een bepaald moment. En wat was nu waarheid, speelde zich eraf. Dus C, wel of niet een gesloten deur met alle beproevingen die zich eraf speelden. En daaronder zien we, de laatste oproep moest gaan gelden. En die staat, C accent, wel of niet een gesloten deur bij de zondagswet. In principe hebben we dat nu weer. Weer die schudding binnen Gods volk ontstaat natuurlijk met die 2520, met een geheiligd leven enzovoort. Met vrouwen in het ambt en als priesteressen gaan ze op een preekstoel. U kunt natuurlijk nu heel veel gaan invullen, hebben wij allemaal besproken.
die vier attributen, geheiligde attributen uit het Heilige der Heiligen. Geest de profetie wordt aangevallen enzovoort. Dus wel of niet een gesloten deur bij de zonneswet speelt zich af. En in die tijd leven wij 2001, 11 september. De zeven maanden beweging gebeurtenissen hebben we dat genoemd. Want hier hebben we gebeurtenissen en in principe valt nu de spiegel naar de andere kant toe. En ik heb ook zo'n plaatje gemaakt over die spiegel. Die gaan we later nog wel eens zien. Maar we zien hier dat hier in spiegelbeeld alles weer terugkomt. Dus hier hebben we alles A, B en C zonder accent neergezet. En C accent met een kleine streepje erboven, dat noemen we een accentteken, hebben we hier weer neergezet. Dus dan starten we met C en dan wel omgekeerd, als een spiegel. Zie ook vooral de genadedeur sluit bij de zonneswet voor de adventgemeente. Kunt u zo downloaden van het internet. En dan gaan we verder, want 11 september hebben we gehad. De twee tafelen worden weer bekendgemaakt. U ziet dat, ze hangen hier. Bewijs genoeg. Dus we moeten terug naar die oude paden, de echte oude paden. En ons niet laten in de war brengen door een James White. James White, hebben we heel goed begrepen, was niet geïnspireerd. Die quotes hebben we allemaal gehad. Hou er rekening mee. Dus zie anders die hele studie nog een keer goed na. En dan krijgen we, daar komt die B-accent, gesloten deur voor de Zevende-Dags-Adventistenkerk. En hier was B, de deur geopend voor de Zevende-Dags-Adventisten. Hou er rekening mee. Dus we gaan terugdenken. En ook A, protestanten openen de deuren. Dus A, zien we hierboven, A, protestanten openen de deuren. Want daar komt de zeven maanden oordeel komt daar. De eerste plaag hebben we daar. En daar hebben we ook een doodsecreet. Wat wil ik daarmee zeggen? Er is een moment dat de genadedeur dicht is voor de Zevende-Dags-Adventistenkerk. En dat al die moeilijkheden en die dwalingen eruit zijn. En dan kunnen mensen gaan kiezen. Dat is de periode van de rondborstige getuigenis. Daar leven we nu in. Dus voor die zonneswet leven we nu in het rondborstige getuigenis. En daarin moet u keuze maken. Gaat u terug naar die oude paden? Of wilt u dit soort wilde verhalen, want zo noem ik ze even, van James White aannemen? En van Uriah Smith aannemen? En van Wegener aannemen? Zelfs die is nog gevallen. En van Conradi aannemen? Van Daniel? Nou, nu komen er een hele hoop namen. Pas dus nu op. Wilt u dat rondborstige getuigenis aannemen of niet? Wilt u terug naar dwalingen? Vanuit die tijd, in die tijd dus vandaan? Einde na 1844, 22 oktober, waar Zuster White in bladzijde 81 eerste geschriften heel duidelijk over heeft gesproken. Hierna kwam de verwarring al. En hiervoor hebben we ook die verwarring weer. Dat moet u nu heel goed zien. B, deur geopend voor de Zevende-Dags-Adventisten. B, accent, gesloten deur voor de Zevende-Dags-Adventisten. En daarna gaat die deur dus open voor de protestanten, die eerst gesloten was. En dan zien we uitsteltijd, weer een uitsteltijd met het doodsdecreet. En daarna krijgen we de eerste plaag. De deur gesloten voor de protestanten. De mensheid dus op dat moment. De totale mensheid. Wederkomst Christus. En hier leven wij ook in die verwachting. Daarom zei ik ook tussendoor tegen u, we verwachten de wederkomst. We zitten dus in diezelfde periode waar zij ook in staat. Als u helemaal terug gaat, verwachten zij hier ook verwachting wederkomst. En hier ook verwachten wij de wederkomst. Dan is die spiegel totaal weer compleet. Dat is wat God u en mij heeft te vertellen. Dat is wat wij leren moeten verstaan. En dan gaat u ook zien, als u deze platen erbij pakt, met die hoorntjes enzovoort, dat dit allemaal moet kloppen in die eindtijdperiode met die drie hoorntjes en dat die luidroeper is met die is. En inderdaad, die is op dat moment het pausdom. We hebben nu heel veel alweer verteld. Heel veel gezien. De Heer Jezus wil u helpen daarmee. Dat u dit beter gaat zien. Dus mijn advies is absoluut aan u. Zie vooral het laatste gedeelte door van de spiegel. Is in Gods volk ook verteld, en die hebben we uitgenomen. De spiegel heeft dus te maken met
de genadedeur sluit voor de zevendedaags Adventist bij de zondagswet. En u hebt nu een stukje van de spiegel gezien. En we komen dus in die periode van die is. Daarom heb ik deze er nog even bijgepakt. Tot zover eerst weer dit gedeelte. We gaan natuurlijk straks verder met het volgende. En dat is, zich verzetten tegen nieuw licht wordt desastreus. Dat voelt u nu ook aankomen. Als u dat gaat zien, want de langste tijdsprofetie komt eraan. Nog zo'n dwaling in deel 56a heb ik dat even genoemd. Let nu op. Want mensen gaan heel ver. Ze gaan zelfs zo ver dat ze de geschriften van Ellen White aan het manipuleren zijn. Verduisteren zijn, vervalsen zijn zelfs. Is al meer gebeurd. U vervalst ook de geschriften als u al die datums eronder uithaalt. Wanneer iets is geschreven. Let maar eens op, dat is al veelvuldig gebeurd. Maar afgezien van dat. Wij willen straks daarmee verder. En dat u ook gaat verstaan. Ja, ik moet nu echt keuze maken. Dus als ik mij verzet tegen dat nieuwe licht. Wordt dat onherroepelijk desastreus voor mij. Want ik kan niet bewijzen, niet echt bewijzen, hoe het met, bijvoorbeeld, waar we het over hebben gehad, hoe het nu echt met die 25-20 zit. Loop ik die mensenmassa achterna, of wil ik nu echt weten hoe het met die 25-20 zit. En u ziet nu al dat James White zelfs zijn koers kwijt was. En ook velen met hem. En dat willen wij niet. Tot zover eerst dit gedeelte, deel 55, van de profetenschool van zijn boodschap. Ik mag u vanaf deze kant ook weer Gods zegen toewensen. Gods onmisbare liefde. De broederlijke liefde zoals we hebben gelezen. En graag tot de volgende keer. En tot ziens. Hartelijk welkom mensen bij de profetenschool van zijn boodschap. We gaan verder. We hebben heel veel geleerd. We hebben ook begrepen dat deze periode waar we in leven, een kritieke periode is. Er worden beslissingen gemaakt door u en door mij om God te dienen, ja of nee. En ook in het bijzonder, en daar willen we het over hebben, deel 56a, zich verzetten tegen nieuw licht wordt desastreus. Eeuwigheid kunt u dus verliezen. De langste tijdsprofetie. En laten we daar eens mee bezig gaan. Met die langste tijdprofetie. Want mensen bedenken op een bepaald moment, zeg ik wel eens, van alles. Van alles, waarom? Om toch maar hun zin te krijgen. Ze lezen iets wat er echt niet staat. Ja, dan denk ik bij mezelf, hoe kan dat nu? Hoe is dat toch mogelijk? Dat wij iets lezen wat daar niet staat. Wij willen eens naar Matteüs 12 toe. Matteüs 12. En dan vers 31. Matteüs 12 vers 31. En dan lezen we het volgende. Daarom zeg ik u, alle zonden en lastering zal de mensen vergeven worden. Maar de lastering tegen de geest zal de mensen niet vergeven worden. Als uw gedachten verkeerd zijn, uw gevoelens verkeerd zijn. En u verzet zich tegen de Heilige Geest, kan God u niet meer helpen. Wordt het dus desastreus voor u. En zo wie enig woord gesproken zal hebben tegen de Zoon des Mensen, het zal hem vergeven worden. Maar zo wie tegen de Heilige Geest zal gesproken hebben, het zal hem niet vergeven worden. Nog in deze eeuw, nog in de toekomende. Wat heb ik zo nadrukkelijk tegen u gezegd? Als u die derde persoon in de Godheid niet kunt, wilt aannemen, even begrijpen is wat anders. Want het is natuurlijk een verborgenheid wat wij niet helemaal kunnen begrijpen. Hoeft ook niet. Heb ik ook eerder gezegd, Jezus Christus uit de hemel vandaan heeft eerst nog Johannes de Doper aangewezen als zijn voorloper in de hemel. En een aantal maanden later is hij zelf hier op deze aarde
in de schoot van Maria. Ja, dat begrijpen wij niet. Dat kunnen wij niet verstaan. Maar we geloven het toch. En dat is ook met de Heilige Geest zo. Let eens op. Als u tegen de Heilige Geest ingaat, dan komt u in de probleem. En dat wordt desastreus voor u. Ik kan u alleen maar waarschuwen. En geschriften gaan veranderen. Nou, dat heb ik al gezegd. Dat is al veelvuldig met de geest de profetie gebeurd. Taalfoutjes in daar gelaten. Sommige mensen hebben ook met opzet dingen veranderd. Dat zie ik, dat lees ik. Als u geestelijk onderlegd bent, leest u direct dat ze een verkeerde uitleg aan bepaalde dingen geven. Dus het is ook heel gevaarlijk om iemand te laten vertalen die dus niet geestelijk onderlegd is en niet achter de geest de profetie staat. Maar afgezien van dat. En dat kun je aan de teksten zien, hoe iets vertaald is. Maar wij gaan eens kijken naar dat licht. Voor onze tijd, we zitten nu in de uitsteltijd, om te laten zien wie we echt willen zijn en wie we ook echt zijn. Zullen wij te licht worden bevonden? Onze positie in de wereld is niet zoals die moet zijn. We zijn ver ten achter bij waar we hadden kunnen zijn indien ons christelijk beleven in harmonie was geweest met het licht en de kansen ons gegeven. Met het licht en de kansen, hè? God geeft ons heel veel licht en heel veel kansen. Ons gegeven. En indien we vanaf het begin voortdurend voorwaarts en opwaarts waren gegaan. Dan moet u eens opletten. Ons pad zou steeds lichter geworden zijn. Inderdaad, er komt steeds nieuw en meer licht. Uit die Bijbel vandaan. Ook uit de geest der profetie vandaan. En dat weet u van mij, ik gebruik alleen de Bijbel in de geest der profetie. Geen boeken. Ja, geschiedskundige boeken. Zoals een Uriah Smit. En u weet, die verzetten zich ook al tegen de oude pionierstandpunten. Daar hebben we heel veel over gesproken. Hoeven we niet meer te herhalen. Met een James White zelfs nog, hebben we net besproken. Dus ons pad zou steeds lichter geworden zijn wanneer we in het ons gegeven licht gewandeld hadden en gestreefd hadden naar een beter kennen van de Heer. Maar velen van hen die een bijzonder licht hebben gehad, zijn de wereld zo gelijkvormig geworden dat men ze nauwelijks van de wereldse mensen kan onderscheiden. Zij komen niet naar voren als Gods bijzonder uitverkoren, verkregen volk. Er valt moeilijk een onderscheid te zien tussen degene die God dient en degene die hem niet dient. En dan heb ik even een kleine kanttekening bij. Het gaat hier niet over kleding, eten en drinken. Want de meesten denken, als ik mij maar goed kleed en als ik maar goed eten drink, zoals God het mij bevolen heeft, dan is het klaar. Nou, daar hebben we het hier niet over. Dat is de normaalste zaak dat u dat doet. Het gaat hier om licht. Licht is waarheid om andere mensen uit de andere kerken te kunnen roepen, zegt de gemene kerk in Babylon. Want ik zie veel te veel fanatisme in eten en drinken, in onze kindertjes. En u kunt nu alles zelf gaan invullen, maar studeren doen ze niet meer. En als ze iets horen over de 25-20, ja, dat zal wel niet kloppen. Maar zelfstandig onderzoeken, dat doen ze niet. En zo kan ik heel veel punten nu natuurlijk gaan invullen. Dus let op, licht op ons pad is licht vanuit de Bijbel vandaan. Daar spreken we over. En die andere dingen horen daarbij. Dat moet normaal zijn voor ons. Wat verlangt God van zijn volk der zevendedaagse Adventisten? Nou, inderdaad, dat ze niet fanatisch worden met eten en drinken en enzovoort. Maar Bijbelonderzoekers, Gods geest in hun opnemen. En dus niet weerstaan. Dat hebben we als eerste gelezen. Voor allen die hem dienen in geest en in waarheid. Ziet u het? Daar zinspel ik op. In geest en in waarheid heeft God een liefde, blijdschap, vrede en een glorievolle triomf weggelegd. Zijn volk dat zijn geboden houdt moet steeds klaarstaan om te dienen. Zij moeten meerdere genade en kracht ontvangen. Als ook een grotere kennis van de werking van de Heilige Geest. Hoort u het? Als ook een grotere kennis van de werking van de Heilige Geest. Maar velen zijn niet bereid de kostbare gaven van de Geest te ontvangen. Terwijl God erop wacht die aan hen te geven. Zij streven niet steeds hoger en hoger naar de kracht van boven.
opdat ze door de geschonken gaven, door de mensen worden gezien als Gods verkregen volk. Ijverig in goede werken. En niet aan kleding, vormendiensten en het eten en drinken. Zal ik dan nogmaals invullen. Het gaat om Gods Heilige Geest die diep in ons proeft. Dat proeven van die profetieën is zoet in de mond. Dat boekje van Daniel, Daniel 11, vers 40, 45. Zoet in de mond, maar bitter in de buik als u dat uitdraagt. Dat wordt hier expliciet bedoeld. En dan nogmaals, geen pardon voor opzettelijke blindheid. Want dat is dus desastreus voor u. Laten we eens lezen. Ik heb hem al eens vaker gelezen, maar ik heb hem nu voor u op schrift gezet. In de sheet. Niemand zal worden veroordeeld voor het niet gehoorzaam aan het licht en kennis die men niet had. En die ze niet konden krijgen. Maar, dan komt die maar erachteraan. Zevende dag staat verplicht, nou let op. Maar veel mensen weigeren te gehoorzamen naar de waarheid die hen door de gezanten van Christus wordt voorgehouden. Omdat ze kiezen voor de maatstaven van de wereld. De waarheid die ze wel begrepen hebben. En het licht dat wel in hun ziel geschenen heeft, zal hen op de jongste dag veroordelen. Dus u mag ook geen licht wat u eerst hebt gezien meer weigeren. Dan moet u bij u houden. Als u een andere spoor, een andere koers kiest, dan bent u dus daar verantwoordelijk voor. En u weet dat vele millerieten, zelfs pioniers, dat dus deden. En James White is een voorbeeld daarvan. In de weegschaal van het heiligdom zal de gemeente der zevendaags adventisten gewogen worden. En dat betekent dat 25-20. En waarom betekent dat 25-20? Omdat u heel nadrukkelijk het had kunnen weten. Want die 25-20 staat klippenklaar op beide tjaars. 1843-1850 tjaar. Zij zou geoordeeld worden aan de hand van de voorrechten en voordelen die ze, dus de zevendaags adventisten gemeente, heeft gehad in het heel bijzonder. Wanneer haar geestelijke ervaring niet in verhouding staat tot de voordelen die Christus haar tegen een oneindige prijs heeft geschonken, wanneer ze de toegekende zegeningen niet gebruikt heeft om het haar toevertrouwde werk te doen, dan zal het over haar uitgesproken vonnis luiden, te licht bevonden. Aan de hand van het geschonken licht, de geschonken kansen, zal ze geoordeeld worden. En wel te verstaan als eerste, heb ik daar nog achter gezegd. En dat weten we. Dat hebben we net besproken met z'n allen in het vorige uur. Die spiegel, die komt terug. U bent aan de beurt op een bepaald moment als u niet dat gegeven licht vanuit die zesde hervormingsperiode, dat zuivere licht vanuit die zesde hervormingsperiode, aan wilt nemen. En ook het licht wat er nu is, wat Gods dienstknechten u brengen. Ik mag een dienstknecht van God zijn. En ik bid er elke dag voor dat ik zuiver de Bijbel aanhoud en dus ook zuiver de geestelijke profetie aanhoud. Zoals ik hier u laat zien. En natuurlijk geschiedenis. Wikipedia, prima, dat zegt ons iets. Maar daar heb ik ook direct al een kanttekening bij geplaatst, zoals u weet. Let op, met jaartallen, Wikipedia, ga terug naar die Bijbel. Daar vindt u betere jaartallen in. Maar we kunnen daar uit geschiedenis wel iets leren. En dat zijn ook feiten. Geschiedenis zijn feiten. Voltooid verleden tijd. Kans om verloren te gaan door licht af te wijzen. Mensen die de kans hebben om de waarheid te horen en toch de moeite niet nemen om die te gaan horen of te begrijpen, in de veronderstelling dat ze niet verantwoordelijk zijn voor de dingen die ze niet gehoord hebben, zullen net zo schuldig worden bevonden alsof ze de waarheid wel gehoord en daarna verworpen hadden. Voor mensen die ervoor kiezen te blijven dwalen, terwijl ze de waarheid hadden kunnen leren kennen, is geen pardon. Jezus heeft door zijn lijden en dood verzoening gedaan over alle zonden die in onwetendheid zijn begaan. Maar er is geen voorziening voor opzettelijke blindheid. Begrijpt u wel wat dit inhoudt? Als u ooit van zijn boodschap hebt gehoord, laat ik gewoon even in Nederland blijven. En zegt, oh, ik hoor alleen maar slechte dingen van zijn boodschap en die Martin Riemensma, dan hebt u een probleem. U weet dat het er is, u moet het zelfstandig onderzoeken.
En u moet niet gaan oordelen en veroordelen naar wat andere mensen zeggen. Dan weet u, dan zit u in de roddel en achterklap. En dan bent u op voorhand al heel gevaarlijk bezig. Want we gaan eens verder met de laatste events, bladzijde 171. We zullen niet verantwoordelijk worden gesteld voor het licht wat we niet gezien hebben. Maar voor het licht waartegen we ons verzet hebben en wat we hebben afgewezen. Een mens kan de waarheid niet begrijpen als die hem nooit verteld is. Daarom wordt u ook niet veroordeeld voor licht dat u nooit ontvangen hebt. Maar u wordt wel verantwoordelijk gesteld als u het had kunnen horen. En u kunt het ook in Nederland nu horen. Dus, het wordt desastreus voor u, want u kunt straks de luide roep niet gaan brengen. Dat is de achtergrond daarvan. En dan begrijpt u nu al wat het gevolg daarvan is. Inderdaad. Een grote kans dat u verloren gaat. Laten we hopen dan nog dat u een martelaar mag worden. Laten we het hopen. Maar dat is niet aan mij. Hoeveel verdraaien de woorden uit de geestenprofetie? Massa's mensen nu. Om toch maar iets anders te lezen dan wat er staat en door de profetes bedoeld wordt. Dat hebben we gezien, dat deed zelfs James White. Die gaat niet echt door met zoeken. Dat kon al niet meer, want hij was al van die fundamenten af, zoals we hebben begrepen. Juist die 2520. Met natuurlijk die, helemaal rechtsbovenin, de 677 voor Christus. Wat specifiek aan William Miller was gegeven van God. Dus ja, hij was de kluts kwijt. Spoorbijster. En dat hebben we ook gelezen en dat heeft Zuster White ook geschreven. Van haar eigen man zelfs. In de grote strijd tussen Christus en Satan lezen we een mooi citaat over de lange tijd van de 2300 avonden en morgens. En de langste Bijbelse tijd tot 1844. Zo moet u het lezen. Pas op. U kunt zo makkelijk een beetje anders gaan lezen. En dat spreekt toch wel in het voordeel van tegen de 2520. Hoe valse leraars nu bezig zijn. Nou, ik ken ze persoonlijk. Ik heb er brieven van hun thuis. Het is niet normaal. Ze willen niet meer. Dus weet waar u voor staat. En welke keuze u moet maken. Luisteren naar mensen. Zelf niet onderzoeken. Desastreus voor u. Dus de lange tijd van de 2300 avonden en morgens. En de langste Bijbelse tijd. Rekening. Zou ik er nog tussen kunnen zetten. Tot 1844. Let op. Bij de fanatici, juist in die hoek, maar ook al bij de liberalen, zien we dat ze het nieuwe licht niet waarderen. Omdat dit eisen stelt aan hun en ook aan ons leven. Hoe schrijft de profetes hierover? De herhaling die telkens weer plaatsvindt, met in het bijzonder in de laatste drie van de zeven hervormingsperioden. Belangrijk. Bedenk telkens dat we drie vijanden hebben. En dat er dus in de eindtijd geschiedenis ook van de 70 discipelen zijn die wel eerst het nieuwe licht aangenomen hebben, maar later afvallen en de waarheid sterk gaan tegenwerken. Dus we hebben en liberalen en fanatici en die 70 hebben wij al bestudeerd. Dus dat kunt u nu weten. Dus u moet zelfstandig absoluut totaal op hoogte zijn, anders gaat het mis. Dat begrijpen we nu al. Veel adventisten verzetten zich tegen het licht. Als u dit om u heen ziet gebeuren, weet u in wat voor tijd we nu leven. We leven dus nu in een uitsteltijd, een wachtperiode. En ik heb al vaker gezegd, juist in die wachtperiode, daar hebben we de problemen. Want mensen hebben geen geduld, verwachten Jezus Christus komt te snel en zullen zelf de dingen wel even gaan regelen. Ja, en gaan niet onderzoeken. Dit is de tijd om te onderzoeken. En als u zegt, ik ga met de armen over elkaar en ik wacht wel of ik hoor wel wat een ander zegt, dan is die uitsteltijd, die wachttijd, is een verloren tijd voor u. En dus een desastreuze tijd voor u. En als u zegt, ja, maar ik heb toch mooie kleren aan, ik doe toch goed. En ik ga toch altijd naar de kerk en ik betaal toch mijn tienden. En ik eet ook nog fatsoenlijk en goed. Ik drink 3 liter water op een dag. U begrijpt wel, maar u hebt uw arms over elkaar. U kunt die boodschap, lieve broeders en zusters, niet brengen. U bent niet op hoogte van die diepte van die waarheid. U kunt uw broeders en zusters met de armen over elkaar niet redden. U mist de derde toets. U bent niet werkzaam voor Jezus Christus.
Het evangelie kunt u niet brengen. Nee, zegt die splintergroepering, we moeten geen evangelie brengen, we moeten eerst naar de kerk. Ja, maar we moeten wel er alles aan doen om ons te trainen om het evangelie te brengen. En dan mensen binnen de kerk halen. En dan komt het rondborstige getuigenis ook op gang. Wat veel dwalingen, dus ook bij die 70 discipelen, die wel het nieuwe licht hebben. Hebben we allemaal besproken. Veel adventisten verzetten zich tegen het licht. Dit staat er echt boven. En is veelzeggend voor onze tijd. Nou, deze heb ik vaker aangehaald, maar nogmaals nu op papier. Of op de sheet. In de gemeente van de zevende-daagse adventisten. Dit is van E.G. White, dat staat er letterlijk achter. Zal een geweldige manifestatie komen van Gods macht. Maar die komt niet over de mensen die zich niet voor de Heer hebben verootmoedigd. En de deur van hun hart hebben geopend door belijdenis van hun zonden en door berouw. Zij zullen in hun blindheid, in die manifestatie die er dus nu is, van macht, die de aarde verlicht, dus nieuw licht met Gods heerlijkheid, alleen maar iets gevaarlijks zien. Niets waar ze bang van worden. 25-20, hou op met die 25-20. Ze zullen zich sterk maken en zich ertegen verzetten. Omdat de Heer niet volgens hun verwachtingen en ideeën werkt, gaan ze het werk tegen. Ze zeggen, waarom zouden wij de geest van God niet herkennen, de fanatici? Terwijl we al zoveel jaren in het werk staan. Let op, wanneer is dit geschreven? 23 december 1890. Precies 2 jaar na 1888. Ziet u een beetje hoe de situatie zich toen al afspeelde? Ze wouden gerechtigheid door geloof niet eens meer horen. Ze zaten totaal in het fanatisme, vormendiensten en niet meer innerlijk naar hunzelf gekeken. Daarom zeg ik elke keer weer die twee punten, de verborgenheid der godzaligheid en de verborgenheid der ongerechtigheid. Die twee moet u heel duidelijk kennen, moet u ook uit kunnen dragen. En daar staat niet bij, heel goed eten en drinken. Natuurlijk, dat hoort erbij in. Maar dat is niet een derde punt. Dat wordt er totaal bij inbesloten. Die drie toetsen. Volledig op een hoogte zijn met de drie getuigen. De Bijbel. Oude Testament. Nieuwe Testament. En de geestenprofetie. En het tweede punt is een geheiligd leven leiden. En het derde punt, werkzaam zijn voor Jezus Christus. En als u nu zegt, ja, wij hoeven niet te evangeliseren. Vul alles maar in. Hoeven we ook niks te doen. Of we zitten met de armen over elkaar, want wij eten en drinken toch zo goed. Dan begrijpt u helemaal niet meer waar we het hier over hebben. Waarom begrijpen de zevende-daagse adventisten de drie engelen boodschap niet meer? Of willen ze niet meer? Ja, het roept de weerstand op natuurlijk. De boodschap van de derde engel zal niet worden begrepen. En zij begrepen toch die boodschap, vooral de fanatici, die begrijpen het wel. Nou, ik kan u nu al vertellen, ze begrijpen die boodschap niet. Vooral in Nederland niet. Het licht dat de hele wereld met zijn heerlijkheid verlicht, dus nieuw licht, zal een vals licht genoemd worden. En wel door die mensen die niet naar de boodschap van het licht willen wandelen. Wel naar vormendiensten en gezondheid en mooie gezichten. Let maar eens op. Wij blijden meer licht te hebben dan andere kerken. Maar indien dit ons niet leidt tot groter toewijding, tot reiner, heiligere levens, de eerste tot en met de derde toets, dat heb ik dus al verteld, wat voor nut heeft dat dan voor ons? Het zou beter voor ons zijn het licht der waarheid nooit gezien te hebben, omdat onze straf 10 maal zo zwaar wordt, dan te blijven dat we het aangenomen hebben, zonder erdoor geheiligd te worden. U ziet waar het uitkomt. Uit de schatkamer der getuigenissen, deeltje 2, 278. Waarom spreekt Egerwaard niet over wat het nieuwe licht is? Omdat het dan geen toets meer is. Ik vind dat geweldig. Zij spreekt dus nooit over, kijk, die 25-20 is de toets. Daar spreekt zij niet over. Zij spreekt niet over, kijk, dat gedurig is de toets voor de eindtijd. Ja, wel een beetje, diegene die luider op die oordeelsboodschap gaan brengen. Dat schrijft ze in bladzijde 81, eerste geschrift. Maar u bent degene die zelf moet gaan verstaan met uw gezond verstand, laat ik het dan zo uitdrukken, smekende en biddende van God, Heere, klopt dit? Heere, heb ik het bij het juiste eind? U moet bidden
voor wat u nu hoort en ziet. Lieve Heer Jezus, heeft die broeder, die dienstknecht van u, heeft die wel gelijk, ja of nee? Kan ik echt argumenten uit de Bijbel of de geestenprofetie halen dat het niet klopt wat hij zegt? Vertel het mij, smeek de Heer voor uzelf of hetgeen wat ik vertel wel klopt. En dan zult u merken dat alles vanuit de Bijbel en uit de geestenprofetie is onderbouwd. De drie getuigen. En dan kunt u verder. En u ziet volgens mij, als het om die vier generaties gaat, heel duidelijk dat daar die 25 in verscholen ligt. Het bewijs ligt erin. Met nog die vijfde hervormingsperiode. Hè? Met dat reformed, hervormd zijn. Vijfde hervormingsperiode. Als u daar meer van wilt weten, zie vooral de 3+1 patronen. Hè? Kunt u zo op het internet vinden. Zijn boodschap in Daniël, verdieping 1. 3+1 patronen. Zie hem eens specifiek door. We gaan verder. De rechtvaardigen gaat het licht op. Psalm 112, vers 4. Sommigen vragen mij of ik denk dat er nog meer licht is voor Gods volk. Onze geest is zo ingeworden dat wij niet begrijpen dat de Heer een machtig werk voor ons te doen heeft. Toenemend licht schijnt op ons. Zevendaags Adventisten, want het pad der rechtvaardigen is gelijk een schijnend licht. Voortgaande en lichtende tot den volle dag toe. Spreuken 4 vers 18. Wanneer de komende beproeving komt, als eerste de vuurballen, 9 getuigenissen, bladzijde 32 dus, wanneer zij meer licht ontvangen, zullen niet weinigen van hen, 11 duurwerkers dus, zich aansluiten bij Gods overblijfsel. En download onderstaande informatie uit de geestenprofetie om het duidelijk voor uzelf te krijgen. Dat is vooral dat document over nieuw licht. Heb ik al eens eerder tegen u gezegd. U ziet, als u Gods woord onderzoekt en diepgaand daarmee bezig gaat, gaat dat goed. Maar wijst u nieuw licht af en luistert u alleen maar naar de predikanten. Want ja, die predikant, die heeft ook de 3 engelenboodschap. Die zal de waarheid vertellen. Nou, het kon wel totaal anders zijn, lieve broeders en zusters. Het zou wel eens kunnen zijn dat u eens meer moet opletten, vertelt hij wel nieuw licht. Niet alleen maar de 3 engelenboodschap, nee, het nieuwe licht voor deze tijd. Want hoe gaan de fanatici zich gedragen? Want dat zijn diegenen die toch wel de 3 engelenboodschap uitdragen. Petrus vermaant zijn broeders op te wassen in de genade en kennis van onze Here en zaligmaker Jezus Christus. 2 Petrus 3 vers 18. Wanneer dan het volk Gods opwast in genade, zullen zij aanhoudend een klaarder en duidelijker begrip van zijn woord krijgen. Ze zullen in zijn geheiligde waarheden nieuw licht en schoonheid ontdekken. Dit is waar geweest in de geschiedenis van de gemeente door alle eeuwen heen. En dat zal ook voortduren tot het einde. Dus weet nu wat ik heb gezegd, hè? Er moet dus nieuw licht komen. En als er geen nieuw licht is bij een predikant of bij een leraar, dan mist hij iets. Dan kunt u dat aan herkennen. Dat wil ik hiermee zeggen. Dus alleen maar een 3 engelenboodschap brengen, of zo nu en dan is iets van de oude paden wat ze dan zeggen, dat is niet genoeg. Nieuw licht moet er zijn. Laten we maar eens verder lezen. Maar pas nu op, wanneer werkelijk geestelijk leven gaat verslappen, daar hebben we het dan over, dan heeft het de neiging om tot stilstand te komen in de kennis der waarheid. De mensen zijn tevreden met het licht dat zij reeds uit Gods woord ontvangen hebben. En wijzen elk verder onderzoek van de schriften af. Ze worden conservatief. Dat zijn dus die fanatici. Wij hebben toch de oude paar. En proberen verdere gedachtenwisselingen uit de weg te gaan. Voor meer informatie lees Bijbelcommentaar 444. Men wil alleen nog door de engelen zelf onderwezen worden. En ze willen niets meer horen van hun broeders. Dat is bijzaak. Die moet je niet geloven. Geloof mij maar. Ja, dat zeggen ze net niet, maar zo doen velen. En dat is voor mij zo beangstigend, dat ik daar verschrik. Ik zeg altijd tegen mensen, je moet mij niet geloven, je moet de Bijbel en de geestenprofetie geloven. Alsjeblieft, lieve broeders en zusters. En lees voor uzelf nog Bijbelcommentaren 44 eens door. Misschien komen we er later nog eens op terug, maar ik heb hem wel eens vaker behandeld.
Welke persoonlijkheden verzetten zich zo tegen het nieuwe licht? Het nieuwe licht, als u dat niet aanneemt, dat dat desastreus voor u wordt. Want dat hebben we gelezen. Last Day Events, bladzijde 164, 165. Toenemend licht laten schijnen. Er is een geest van fariseïsme en schijnheiligheid wat op de mensen gekomen is. Die beweren de waarheid voor deze laatste dagen te geloven. Wat doen ze dus? Ze wijzen Gods geest af. En dat hebben we toch gelezen in Matteüs 12. Hè? Wat u dan doet. Kunt u niet gered worden. Kan u niet vergeven worden. Nog erger. Die fariseïsme en die schijnheiligheid wat op die mensen gekomen is. Die beweren de waarheid voor deze laatste dagen te geloven. Dat zegt zuster Wijter dus. De zogenaamde oude paden. Zij zijn zelfvoldaan en zelfgenoegzaam. Zij hebben gezegd, wij hebben de waarheid. Er is geen licht meer voor Gods volk. Dit is wat de fanatici nu verkondigen. En dat wordt desastreus voor u. Absoluut. Echt desastreus. Als iedereen geluisterd had naar James White, wat dan? Die niet geïnspireerd was, wat dan? En iedereen geluisterd had naar een Conradi, wat dan? Nou, dat hebben velen dus gedaan. En sterker nog, dat doen ze nu weer. Gaan ze luisteren naar Conradi. En menigeen, bijvoorbeeld met in het bijzonder de reformatie, die ook hier in Nederland en over de hele wereld, die luisteren alleen maar naar Uriah Smith. Het boek van Uriah Smith. Ja, daar zit vervalsing ook in over Turkije en enzovoort. Dus, geen nieuw licht willen aannemen. Want wat zeggen ze? Er is geen licht meer voor Gods volk. Dit is wat de fanatici nu verkondigen. Ik praat al helemaal niet over nieuw licht. Maar wij zijn niet veilig wanneer wij een standpunt innemen dat wij niets anders aannemen dan dat waarop wij als waarheid hebben ingestemd. Zesde hervormingsperiode dus. Wij moeten de Bijbel nemen en deze voor onszelf grondig bestuderen. Wij moeten in de mijn van Gods woord naar waarheid graven. Het licht is voor de rechtvaardige gezaaid. Dus niet voor de onoprechte. En vrolijkheid voor de oprechten van hart. Psalm 97, vers 11. Als u onoprecht bent, kan ik wel nu al vertellen, dan hebt u een probleem. U moet maar eens in uw eigen hart kijken. Doe ik ook, dagelijks. Van wat doe ik verkeerd? Heren, heren, heren. En dan komen heel vaak van die onoprechte dingen op mijn pad. Nou, u kent dat wel. Wat is een van die onoprechte dingen? U geeft op een bepaald moment 20 euro... en u krijgt voor, ik noem maar wat, voor 100 euro terug. Wat doet u dan? Dat is een verzoeking. En als u oprecht bent en zegt, ja, maar dat wil ik niet hebben. Ik ga geen 80 euro extra terugkrijgen. Want dat zeggen we dan eens met andere woorden. En als u stilhoudt, dan bent u een dief. En het staat opgetekend in de hemelse boek. Want u wist dat, u zag dat wel. Maar die kassier heeft dat niet gezien. Dus weet waar u mee bezig bent. Ook huisvrouwen in het bijzonder, maar ook mannen. En als u de belasting ontduikt, op wat voor manier dan ook maar, dan moet u begrijpen, dat is diefstal van het Rijk, van de staat. Dat mag niet. U moet uw belasting zuiver invullen. En de papieren ook zuiver invullen. Als u dat niet doet, steelt u van wie? Van het Rijk, van de staat. En God ziet dat. Pas op waar u mee bezig bent. Dat is dus ongerechtigheid waar we het hier over hebben. Stelen is dat, wetsovertreding. De herhaling toen en nu weer. Drie keer wederkomst verkondigd. De ervaring van de discipelen, dat is dus de vijfde hervormingsperiode, weten wij. Eerste keer. Die het evangelie van het koninkrijk bij de eerste komst van Christus verkondigden, heeft zich herhaald, hoort u het goed, heeft zich herhaald, ook nu weer voor onze tijd. Dus drie keer vier generaties. Vloeken dus. Voor hen die de boodschap van Christus wederkomst brachten. Zoals de discipelen predikten. De tijd is vervuld en het koninkrijk God is nabij gekomen. Zo verkondigden Miller, dus de tweede groep, en zijn medewerkers dat de langste en laatste profetische periode van de Bijbel, dus de langste en laatste periode van de Bijbel, hier is de onderbouwing voor de 2300 jaar, namelijk de 2520 bij ingesloten. Ik heb het u twee keer nu gelezen, met opzet. Dit is de eerste getuige van de 2300 jaren. Zie
1843, Tjaap. Zeer binnenkort zou verstrijken. Dus inclusief de 2520. Dat het oordeel nabij was en dat het eeuwige koninkrijk zou worden opgericht. De evangelieverkondiging van de discipelen steunde op de 70 weken van Daniël 9. Daniël 9, vers 11, wordt door Daniël de vloek van Leviticus 26 over Gods volk uitgesproken en bevestigd door de geest der profetie in het grote conflict. Lees Engelse editie, heel in het bijzonder. Dus, Sister White spreekt hier over Daniël 9. En dan moet u natuurlijk wel heel Daniël 9 meenemen. Dus ook de vloek waar Daniël over spreekt. En die vloek is die 2520 van Leviticus 26. Interessant, hè? Dat is de eerste generatie. Dus we weten dat we de eerste generatie hebben gestart. Wanneer? Tijdens de ballingschap van de letterlijke Israëlieten. Overduidelijk. Zie dat nogmaals heel, heel goed na. Want men wil hier over een langste periode, tijdsperiode spreken van 2300 avonds en morgens. En dan zou natuurlijk de 2520 geweldig van de tafel afvallen. Want die moeten we toch kwijt. Ja, we willen die twee tjaats willen we kwijt. We willen ook James White aanvoeren met zijn vervalsingen natuurlijk. Want die begreep het ook niet. Maar dat maakt ons niet uit, want dat komt ons goed pas. Er is geen nieuw licht. Hoe desastreus wordt het weerstaan van licht. Nieuw licht wel te verstaan. Dus dit is zo'n punt. Pas hiervoor op als mensen aankomen. Ja, die 2300 avonden en morgens, dat is de langste periode hoor. En die eindigt in 1844. Er zijn geen langere perioden meer. Dat staat niet in het grote conflict. We gaan eens verder kijken. Miller berekende de 2300 jaren uit verschillende tijdperken. Dus ook de 2520 was grondslag voor de 2300 jaren berekening. Die zat daarin. Dat was de eerste getuige. Toen Miller bij zijn onderzoek van de Bijbel verschillende tijdperken ontdekte, die volgens hem tot aan de wederkomst van Christus reikten, dit was volgens hem toen maart 1843 tot en met maart 1844, beschouwde hij ze dan ook prompt als de tijden van tevoren bepaald, inclusief de 2520 vloek, die God aan zijn boodschappers had meegedeeld. Mozes zegt, de verborgen dingen zijn voor de Heere, onze God. Maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen voor altijd. Dus Mozes wordt zelfs erbij gehaald. En Mozes heeft die vloek opgeschreven, zoals u weet, in Leviticus 26. En Amos verklaart, voor zeker de Heere, Heere, twee keer weer, tweede engelenboodschap, doet geen ding of hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten. En wij moesten toch opnieuw profeteren. Deuteronomium 29, vers 29 en Amos 3, vers 7. Zij die Gods woord onderzoeken, mogen er dan ook op vertrouwen dat de meest opzienbare gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis ook duidelijk in de schrift vermeld zijn. Groot conflict 280. Nieuwe editie. Dus u ziet, hoe willen ze dit verdraaien, die langste tijdsprofetie? En dan maar zeggen dat dat de 2300 avonds en morgens is. Nou, hij staat er duidelijk op en we hebben zoveel bewijs nu met die vier generaties en die zeven tijden enzovoort enzovoort. Maar ze doen er alles aan om nieuw licht te weigeren. Dat begrijpt u nu ook heel goed volgens mij. En dat heeft Sister White ook wel honderden keren verteld. En dat vindt u terug in een aantal daarvan, ik meen de 40 of 50 keer, in dat document wat op het internet staat. Dus pas op. Nieuw licht weigeren is desastreus. We zien duidelijk dat hier de langste en laatste profetische periode eindigt. Bij den Heere, onze God, zijn de barmhartigheden en vergevingen, alhoewel wij tegen hem gerebelleerd hebben. Daar zit die vloek dus in. En wij horen daar ook in die vloek. Vier generaties komt de vloek na. Ook voor de zevende dag Adventisten. Tot de zonneswet aan toe. En daarna zien we dus ook die tweede holocaust enzovoort. Dus die vloeken heeft ook alles met die holocaust te maken, maar dat begrijpen we.
En wij hebben der stem des Heren, onze Gods, niet gehoorzaam. Dat wij in zijn wetten wandelen zouden. Die hij gegeven heeft voor onze aangezichten. En ook in die wet, weet u, stond tot in het vierde lid. Vierde geslacht. Van hen die mij haten. Door de handen van zijn knechten. De profeet. Maar geheel Israël heeft uw wet overtreden. Tot driemaal toe. Met af te wijken dat zij uw stem niet gehoorzaamden. Daarom is over ons uitgestort die vloek en die eed die geschreven is in de wet van Mozes, Leviticus 26 dus, de knecht Gods, terwijl wij tegen de Heere gezondigd hebben. Daniel 9, vers 9 tot en met 11. De Bijbel zelf. Ook lezen we dat als Gods volk niet meer naar zijn knechten, de profeten, wil luisteren, ze eenzelfde straf kunnen verwachten. Dus in die drie volkeren. Dit is in het bijzonder voor het moderne Israël. Hierin lezen we direct hoe belangrijk de 25-20 is en tot een vloek zal worden als Gods volk niet gehoorzaam is aan de fundamenten van de zevendedags Adventisten en de Tsjaats afkeurt. Deze twee Tsjaats afkeurt. Als u dat doet, dan krijgt u ook diezelfde vloek die het letterlijk Israël heeft gekregen in de eerste holocaust over u. En dan komt de tweede holocaust inderdaad over u persoonlijk. Ik zou die vloek van het letterlijke Israël in Leviticus 26 maar eens heel goed bestuderen. En die hebben we bestudeerd. En dit is alleen maar een bevestiging hoe zuiver Gods woord is. De Heere vertelt het u. Ik mag een dienstknecht van hem zijn, dank de Heer, maar ik kan u alleen maar waarschuwen. Menig zevendaags Adventist kent de volledige draagwijdte niet van de vloek over Gods uitverkoren volk. De herhaling nu weer voor de derde keer. Volgens de boodschap die Miller en zijn medewerkers brachten, is de tweede keer dus, liepen de 2300 avonds en morgens van Daniel 8 vers 14, waarvan de 70 weken het begin vormen, spoedig ten einde. Dit is de vloek van de 25-20 jaren in Daniel 9 vers 11, waar Daniel spreekt over het letterlijke Israël. De verkondiging van beide groepen, de discipelen en de millerieten, daar heeft ze het hier over, was gebaseerd op de vervulling van twee verschillende stukken. Hier wordt over twee profetieën gesproken, namelijk Daniel 8 plus 9. In Daniel 8, weten wij, staan de 2300 avonds en morgens. In Daniel 9 staat de vloek, de 25-20, van dezelfde lange profetische periode. Wat staat daar? Van dezelfde lange profetische periode. Dus die lange profetische periode die eindigt in 1844. En daar zit bij ingesloten de 2300 avonds en morgens plus de 25-20. Onvoorstelbaar wat mensen doen, hoe ze dit proberen te verdraaien. Deze periode eindigt in 1844, want hierna is er geen profetische tijd meer. Eerste geschriften, bladzijde 81, hebben we veelvuldig aangevoerd. Zoals de eerste discipelen kennen ook Miller en zijn medewerkers, dus ook de zevendedags Adventisten nu, de derde keer, de volledige draagwijdte van de boodschap die zij brachten niet. Klopt dat? Klopt dat in die derde keer dat ze de volledige draagwijdte van die boodschap nog niet eens begrijpen? Vier generaties, drie keer een vloek, drie keer een holocaust, plus die ene holocaust natuurlijk op het einde in Gog Magog. Ze begrijpen het niet. Door enkele dwalingen die allang gemeen goed waren geworden in de gemeente, dus nu afval van de fundamenten van het Tsjaats, konden zij, de zevendedags Adventisten nu, het moderne Israël, één belangrijk punt in de profetie niet juist interpreteren. De letterlijke Israëlieten zaten toen in de eerste generatie van de vloek. En dat hebben ze nooit begrepen. En dat wordt hier beschreven. Ook de letterlijke Israëlieten zaten in de periode van de eerste generatie van en ook de zevendedags Adventisten zaten in de eerste generatie van de vloek.
U weet het toch wat er is gebeurd na 1850 en 1863. Dat is de eerste generatie. En er was verwarring al om. Dat hebben we nu met z'n allen heel goed begrepen. Nu kunt u alles nog een keer gaan zien en zeggen, ja maar nu begrijp ik waarom William Miller zelfs moest vallen na die tijd in de Sabbat. Nu begrijp ik ook waarom James White moest vallen. Nu begrijp ik ook waarom Conradi moest vallen, later nog. En zelfs ook nog een Uriah Smith, enzovoort, enzovoort. En Wagner en Jones, en u mag nu alles gaan invullen. Daar zaten dus die generaties in. Eerste generatie, tweede generatie, derde generatie, vierde. En we spreken hier, heel in het bijzonder, na 1850, laat ik het dan zo nog stellen, daar begon die eerste generatie al te vallen. Vooral dus na 1863. De ontzegeling en verzegeling van Gods volk en de Millerietenbeweging. U ziet hier, nogmaals weer, heb ik het opgetekend voor u. Klik hem snel door, dan hebben we direct het overzicht, want die hebben we allemaal besproken. Dat die 2520 jaren, en hier die 2520 jaren, Noordelijk Rijk van Hiram Edson, die heeft dat uitgezocht. En het Zuidelijk Rijk van William Miller, die ook op het chart staat, die 677, die zijn nu zo van wezenlijk belang. En dat die 2300 jaren, die twee gebeurtenissen, waar Sister White over spreekt, die eindigen allemaal in 1844. Dus, Daniel 9, de vloek, plus, heel in het bijzonder, Daniel 8, de 2300 avonden en morgens. En dan weet u ook dat die ene week daar weer tussen is gevallen, die 2520 dagen nog als bevestiging. En dan weet u ook dat die vijfde hervormingsperiode, Leviticus 26 vers 23, ook zeven tijden, 2520, juist rondom die tijd van Antiochus Epiphanes natuurlijk, weten wij, daarna is ontstaan. En die staat dus ook letterlijk in de Bijbel, in Leviticus 26. Als voorbeeld, nogmaals als voorbeeld, dat hij komt en dus ook bij de vijfde hervormingsperiode. En dat is de hervormingsperiode van onze geliefde Heer Jezus Christus. En hier nogmaals Antiochus Epiphanes met die overgang van de eerste naar de tweede generatie toe. Met alle problemen van dien. En dan hebben wij hier ook als laatste eerst Gods tempel vernietigd. En dan weten we ook dat die vijfde hervormingsperiode, daar is gestart, eerst vier keer de afval in generaties bij het letterlijke Israël. Dan komen daarna het geestelijke Israël. Vier keer de afval voor het geestelijke Israël. Afgoden, Nicolieten, Diana en Artemis. Versabbat naar zondag, Ecumene, waar we nog mee zitten. De waarheid met leugen vermengd. De reformatie, niet vol bevonden, hebben we allemaal besproken. Plus de dodelijke wond natuurlijk. En dan zien we als allerlaatste aanwijzen van de geestelijke profetie, juist binnen Gods volk. Aanwijzen van gerechtigheid door geloof, een geheiligd leven. Aanwijzen van Gods woord, boeken kwamen daar. En met in het bijzonder geen nieuw licht meer aan willen nemen. Aanwijzen van geheiligde priesterdienst. We kunnen nog zoveel waarschuwen, maar dat heeft geen zin, want dit moet gebeuren. Als mensen dit niet zien, hebben ze een groot probleem. Ze vernietigen als het ware alle attributen in de aard. Met daarbij als allerlaatste de geboden van God. Want juist Gods volk gaat ook nog zondag houden. Na de zonneswet luidroep gaat uit van haar mijn volk. Dat is hetgeen wat wij moeten verkondigen. Ik kan alleen maar tegen u zeggen, lieve broeders en zusters, het wordt desastreus voor u. Lees nogmaals Matthäus 12, vers 31 en 32 door. Het wordt desastreus voor u als u de Heilige Geest afwijst. Als u licht afwijst. En de Heilige Geest brengt nu nieuw licht binnen. Dat weet u. Dat hoort u nu. De bewijzen liggen en hangen hier achter mij. En de bewijzen vindt u hier ook op de en in de sheets terug. Wij willen samen nu de Heere zoeken in gebed. Omdat dit zo ontzettend belangrijk is. En ik zou niet graag willen dat u verloren gaat. Maar zijn velen, met in bijzonder
De fanatici die nog veel moeten leren. En ook die 70 discipelen die dat bloed van Jezus Christus en zijn vlees nog moeten eten. Die moeten nog veel meer afstellen. En u weet ook dat er heel weinig gerechtigheid door geloof bij dit soort mensen aanwezig is. Want anders hadden ze het onherroepelijk verstaan. Wilt u samen met mij de Here zoeken in gebed? Lieve Vader in hemel, lieve Heer Jezus, wat is dit toch belangrijk dat we toch beseffen in wat voor periode wij leven. We hebben zoveel voorbeelden al besproken, hoeven we niet meer te herhalen. Mensen die zijn gevallen of bijna zijn gevallen of niet goed meer begrepen wat er in de Bijbel stond. En op allerlei mogelijke manieren hun persoonlijk nog te schande hebben gemaakt met delen te schrijven. Lieve Heer Jezus, open ons hart. We zitten nog in die uitsteltijd, voor de zondagswet. We mogen nog begrijpen wat u echt hebt bedoeld. We mogen het nieuw licht nog begrijpen. Maar we moeten het wel aanvaarden. We moeten er wel iets mee doen. Open zo ons verstand. Bij de mensen thuis, voor mij, en dat we in alle rust, ook in liefde, want daar zijn we mee begonnen, onze broeders en zusters nog mogen waarschuwen. Zo leggen we alles voor u neer. Kom over ons en help ons, ook in de studie. Dit bidden we van u, niet omdat wij dat hebben verdiend, maar uit genade en om Jezus Christus, onze geliefde in zijn naam ziel. Amen. Ja, wij hebben nu een hele hoop met z'n allen besproken. En ik kan alleen maar tegen u zeggen, studeer. Pas op voor uw vormendiensten. Want die vormendiensten, die zijn desastreus, omdat u denkt, waarom? Ik ben toch goed bezig? Hoe vaak hoor ik dat wel niet zeggen? Ik denk toch om mijn eten en mijn drinken? Ik ga toch naar de kerk? Ik betaal toch mijn tiende? Dat moet gewoon zijn voor u. Maar het woord van God, dat moet u goed begrijpen. En als mensen over, in dit geval Leviticus, beginnen te spreken, en dat gaan afkeuren, of niet goed genoeg onderzocht hebben, en het is een gruwel voor God om daarin te onderzoeken, als ze dat soort woorden gaan gebruiken, lieve broeders en zusters, als ze dat tegen u gaan zeggen, dan weet u met wie u te maken hebt. Ik kan u alleen maar zeggen, onderzoek. Smeek God om waarheid in uw hart te krijgen. Dat doe ik ook. En God zegent mij daar ook in. Dat mag duidelijk zijn. Wij gaan volgende keer verder. Met het volgende. Deel 57. En daar heb ik een B achter gezet. Zich verzetten tegen nieuw licht wordt desastreus. Zelfs Gods woord vervalsen. Zelfs Gods woord vervalsen. Ja, inderdaad. Geestenprofetie is ook Gods woord. En de Bijbel ook. Ik mag u vanaf deze kant Gods onmisbare zegen wensen. Gods liefde toewensen ook, want die hebben we nodig. En graag tot de volgende keer en tot ziens.